Welkom bij SV Urk TV met vandaag een samenvatting van de wedstrijd Urk tegen SVZW, gespeeld op zaterdag 7 mei 2016. Wedstrijdsponsor is Cliff 18 Jeans Sport. Scheidsrechter deze middag is de heer Koekoek uit Almere. En zoals gewoonlijk beginnen we natuurlijk met het voorstellen van de teams en het moment van onze pupille van de week met de Marit Wakker, dochter van Klaas Wakker, oudspeler van Urk 1. Die waarschijnlijk met haar familie een weddenschapje is aangegaan, want de bal wordt er niet ingeschoten, maar ingekopt. Maar goed, dan gaan we snel van start met deze hele belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. In de strijd om de PD-plekken zijn beide ploegen een overwinning nodig om zich vanmiddag veilig te spelen. De eerste 5 tot 10 minuten waren beide ploegen nog niet echt van plan om gelijk de aanval te zoeken, maar was het meer het aftasten van beide teams. Maar na een minuutje of 10-11 kwam daar het eerste gevaar van SVZW. Spits Dennis Chabas wordt ingespeeld en met een bekeken schot in de uiterste hoek verrast hij doelman Jan-Marten Romkes van Urk. En zo staat SVZW op een hele belangrijke 0-1 voorsprong. En ook in het verdere verloop van de eerste helft was het betere spel in handen van SVZW. Het combineerde makkelijker. En hier kan Marine Snoek ten koste van een corner een kans voor SVZW voorkomen. Maar de ploeg uit Wieren bleef vrij gevaarlijk. En slechts sporadisch kon Urk de verdedigende stellingen verlaten. Hier een aanval van Urk met het steekpaasje van Jan Versloten op Essel Snoek mislukt. Toch kon Urk in het verloop van de eerste helft wat vaker uit de verdedigende stellingen komen. Maar het moest beducht blijven op de aanvallen van SVZW. Die vooral liepen via de gevaarlijke Dennis Chabas. De spits die deze winterstop overkwam van WKE uit Emmen. Het spel speelde zich in een gedeelte van de eerste helft vooral af op het middenveld. Urk probeerde wat meer energie in de wedstrijd te gooien en wat meer de strijd aan te gaan met de spelers van SVZW. Maar het moest toch attent blijven op hele gevaarlijke uitvallen van de ploeg uit Wierden. Vooraf aan de competitie nog tipt als een van de toppers in de hoofdklasse C. Maar een ploeg die het hele seizoen al zo rond de degradatiestreep verblijft. Hier weer een aanvalsopzet van Urk. Erg gestroomlijnd gaat het nog niet. En dan is het uiteindelijk Gerrit Tol die Hessel Snoek bedient. Maar zijn schot wordt gepakt door keeper Beukenkamp van SVZW. Het allereerste gevaar van Urk zijde. En dan zijn we toch ondertussen al ruim een half uurtje onderweg. En hier is het weer SVZW aan de linkerkant. En dan is het uiteindelijk keeper Jan-Marten Romkes die ten koste van een corner redding weet te brengen. En hier de corner en die wordt ingekopt, maar scheidsrechter Koekoek heeft al gefloten voor een duwfout op keeper Jan-Marten Romkes. En getuige de reacties van de SVZW-spelers zal het ongetwijfeld terecht zijn geweest, omdat de beelden niet echt uitsluitsel geven. Dan beginnen we zo langzamerhand richting de rust te gaan. Als hier balverlies geleden wordt in de achterste linie van Urk en een speler van SVZW aan een solo begint en Simon Lindeboom niets anders kan doen dan aan de noodrem te trekken. Dat kost hem een gele kaart en de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Genemuiden. De vrije trap voor SVZW levert niets op. En zo is de stand nog steeds 1-0
in het voordeel van de gasten uit Wierden. Dan zijn we hier aanbeland in de 43e, 44e minuut van de wedstrijd. Zodat ik een aanval probeer op te zetten die in eerste instantie wordt onderschept. En dan komt de bal terecht bij Hessel Snoek. Een harde voorzet via de lat en dan is het Gerrit Tol die met zijn hak Urk op dat moment geheel onverwachts op een 1-1 stand weet te brengen. Prachtige meevallen voor de ploeg van trainer Rolf de Boer en een tegenvallen natuurlijk voor de ploeg van trainer Erik Assink. En dat was na de rust ook wel te merken dat die tegenvallen nog doorcijpelde bij SVZW. Urk zocht gelijk de aanval. Zette vroeg druk. En is er hier aan de rechterkant door. Deze voorzet is niet goed genoeg om uiteindelijk tot een kans te komen. Is het een forse maar faire ingreep van Gert-Jan Nagel die Urk opnieuw in balbezit brengt. Maar deze voorzet is een prooi voor keeper Beukenkamp van SVZW. Hier opnieuw SVZW in de aanval. Dan is het uiteindelijk de verdediging van Urk die kan opruimen. Een lange bal van Rikelt Jan Brans. Hessel Snoek gelooft er wel in. Hij verovert de bal en dan komt Gerrit Tol buitenom. Die ziet Kees de Boer, maar zijn schot verdwijnt via de onderkant lat weer in het veld. En ook de rebound levert geen doelpunt op voor Urk. De eerste grote kans in de tweede helft voor de ploeg van Urk. Hier is het opnieuw Rikelt Jan Brans met een lange bal. Deze keer op Teun Hakvoort. Die tussen twee man in toch de bal bij een medespeler weet te krijgen. En dat levert Urk uiteindelijk een corner op. Die lijkt een makkelijke prooi te worden voor Doelman Beukenkamp. Maar die laat hem los en dan is Jan Versloten er als de kippen bij om Urk op een 2-1 voorsprong te zetten. En dat gebeurt 9 minuten na rust. De stand die Urk vooraf zeer zeker gewenst had. En zo zijn de rollen omgedraaid en moet SVZW in de achtervolging. Omdat het bij een nederlaag wel een hele zware klus krijgt. In de thuiswedstrijd tegen Staphorst. Maar we zijn nog geen 5 minuutjes verder. Steeds een voorzet op Dennis Chabas. En door de benen van keeper Jan-Mart de Romkes heen weet deze spits al koppend de stand weer in evenwicht te brengen. En dan hebben we nog ruim een half uur te gaan. Beide ploegen bleven de aanval zoeken. Hier een gevaarlijk schot wat op het laatste moment wordt gekeerd door een Urker verdediger. Dan levert het SVZW niet meer op dan een corner. Beide ploegen slaan ook driftig aan het wisselen. En als eerste begint trainer Rolf de Boer ermee. Die had Gerrit Tol naar de kant. Die kampte met een lichte blessure. Zijn vervanger is Jelle de Boer. En 10 minuutjes later is het Kees de Boer die het veld verlaat. En hij wordt vervangen door Danny Margereau. 2 aanvallende wissels. Van de Urker trainer. En vooralsnog leverde dat geen enkel resultaat op. Nu zit diezelfde Jelle de Boer. Die opent aan de rechterkant. En Hessel Snoek. Die ziet Jelle de Boer weer vrijlopen. Die begint aan een lijkt het kansloze actie, maar die verrast bijna doelman Beukenkamp. Maar de paal brengt redding voor de ploeg van SVZW. En zo is het met nog een minuutje of 10 spelen nog steeds 2-2. En het is een stand waar het op dat moment naar lijkt dat beide ploegen weinig profijt van zullen hebben. En nog een vrije trap die keurig door Jan-Marten Romkes over de lat wordt getikt. En hier weer een aanval over de rechterkant van Urk. Maar
Ook deze voorzet is niet goed genoeg en bereikt geen spits van Urk. Er zit weer SVZ 2 die met een steekbal probeert een medespeler te bereiken, maar Gert-Jan Nagel moet hens maken, krijgt ervoor een gele kaart, mist daardoor ook de wedstrijd tegen Genemuiden. En de vrije trap levert niets op voor SVZ 2. Dan zijn we nu aanbeland in de slotfase, de echte slotfase van deze wedstrijd. Dan krijgt Urk op het allerlaatste moment nog een vrije trap die genomen gaat worden door Marini Snoek. Maar die bal komt niet voor het doel en wordt weggekopt door SVZ 2. Zo eindigt deze wedstrijd, deze belangrijke wedstrijd, in een 2-2 gelijk spel. En kunt u nu nog luisteren naar de reacties van de trainers. Ja, 2-2. Af en toe heb je een gelijk spel waar iedereen tevreden mee is. Hier geen van twee, denk ik. Jullie ook niet. Nee, wij ook niet. En wij wilden hier winnen. En dan was het klaar voor ons geweest. En dat geldt voor jullie, denk ik ook. En we hebben ook gespeeld om te winnen. En ja, goed, dat is niet gelukt. Dus wij moeten het uitstellen tot volgende week. En dan moeten wij hebben Staphorst thuis. En die kunnen nog kampioen worden. Dus dat wordt een lekker potje. En wat ging er vandaag dan uiteindelijk net niet goed, dat je die 2-2 niet om kunnen zetten in een overwinning? Nou ja, goed. Ik denk dat we wel aardig gespeeld hebben. Misschien nog iets meer, dat we nog iets meer moesten gaan voetballen. Dan hadden we het nog beter uit kunnen spelen. Ja goed, de keeper maakt een fout van ons. Dan is dat een hele lullige 2-1. En dan voel je hier dat er wat te halen valt voor Urk. En gelukkig pakt het wel weer op. En bleven we voetballen en van daaruit ook die 2-2 gemaakt. En ondertussen had Urk volgens mij ook nog wel een paar kansen zo hier en daar. Maar goed, wij ook, denk ik. En al met al hebben we er weinig aan. En dan een terechte 2-2-2. Als ik jouw woorden een klein beetje vertaal. Ja, volgende week dan Staphorst. En in die zin is het ongunstig. Want Staphorst kan, door die hele gekke uitslag die Harkemaus en Bosch weer neergezet heeft tegen ACV, toch nog kampioen worden. Dus die gaan voor de volle winst, zeggen jullie. Ja, 100%. Dus wij moeten vol aan de bak. Het is voor hun is het het kampioenschap wat ervoor staat. En voor ons is het dat we klaar zijn met de competitie en dat we niet verder hoeven. Dus dat wordt volgende week wordt het heel spannend. En net zo goed dat het hier heel spannend wordt volgende week. Dus wat ik zeg, we hadden graag willen winnen. Dan was het klaar geweest. Dat is niet gelukt. En ook Urk heeft niet gewonnen, want die zou ook veilig geweest zijn. Ja. Werd het succes volgende week in die wedstrijd tegen Staphorst. Wat Urk betreft wat minder succes. Maar dat is meer uit Urk oogpunt bekeken. Dankjewel. Oké, goed. Ja, Ralf, 2-2, zeg het maar. Ja, nou ja, niet wat we graag wouden. Hè. We wouden uiteraard net zoals SVZW die overwinning hier hebben, zodat we hier een groot feest hadden op Urk. Maar helaas. Helaas. En ja, dan zeg ik, de eerste 10 minuten van de eerste helft begonnen jullie goed. En 1 tegenaanval van SVZW en een doelpunt. Toen waren jullie ook even de kluts kwijt. Ja, dat klopt. Hè. We begonnen op zich best aardig. En we moesten zeggen, zij ook wel hoor. Kijk, je wil gewoon een stukje strijd leven en in ieder geval eerst die duels winnen, zodat je er lekker in komt. Ja, dan kregen we in de 11e minuut, hadden we het even niet goed staan. En dan hebben zij ook wel kwaliteitsspelers die dit soort dingen kunnen afstraffen. En die ging ook tussendoor. Ik moet zeggen, hij schiet hem echt goed binnen ook. En dat was even zuur. En daarna hadden we het even kwijt. Het was ook wat lomig weer. De jongens hadden er ook moeite mee. Hè, onze manier van spelen is veel druk naar voren met veel conditioneel werk. Ja, en daar hadden ze moeite mee. Gaven ze ook aan. En vond ik SVZW ook wat scherper hoor. Wat scherper. Zonder dat heel veel kansen opleefden. Ze hadden wel een stuk of 6 corners. Nou, je weet, ik hou er altijd bij. Nou, er werd 1 keer van afgekeurd. En voor de rest hadden ze niet heel veel kansen. Maar ze voetbalden wel wat makkelijker. En ik vond dat we de eerste helft wat te weinig initiatief toonden. We bleven te veel hangen. Maar dat heeft ook te maken dat ze, ja, ik wou wel gaan, maar ik was moe. Maar dan moet je even overheen zetten. En uiteindelijk dan op een heel gunstig moment wordt het 1-1. En in de tweede helft kom je op 2-1 voor. Ja, mag ik het zeggen dat je dan op een hele simpele, makkelijke manier dat jouw elftal die 2-2 weggeeft? Dat mag jij zeggen. Het was inderdaad niet nodig. We kwamen goed uit de startblokken, tweede helft. De dingen die we wouden, dat kwam ook goed eruit. Resulteerde ook in een paar beste kansen. En die vielen dan niet. Nou, uiteindelijk hebben we een beetje geholpen door de keeper. En die gingen wel in. Nou, en dan moet je de rust bewaren. Want
Ja, 4 minuten later is een bal en ja, Yamata vangt hem heel goed. En dat is even een moment en dat is ook wel een leermoment sowieso voor de Urkerploeg. We willen heel gauw weer door, want we dingen gaan gas geven. Maar dan moet je even, denk, even rustig. Maar uiteindelijk gooien we de bal naar de zijkant. Ja, Rico Jambrans die wordt direct onder druk gezet. Ja, die moet hem wegschieten. En, maar doe maar, je moet even het geduld bewaren. En waardoor ja, de voorzet vanuit de zijkant, ja, die mag natuurlijk nooit voorkomen. Ja, en dan gaat hij erin. Moet ik trouwens zeggen dat zij wel jongens hebben met fantastische voorzet, hoor. Dus, maar doe maar, weet je, je praat over wat er voorkomen valt. En dit had wel voorkomen kunnen worden. Neem niet weg, ja, dat is ook voetbal, hè? Dat is ook weer de kwaliteit van een tegenstander. En nou, dan hoop je dat je daarna nog een goal gaat maken met Jelle. Hè? Je weet de kracht van Jelle. Nou, er waren best wel een paar mooie momenten. En aan de eind, laatste 5 minuten, is het heel loom. Hè? Dan is het degene wie het langste volhoudt. Want zij kwamen een keertje uit, hè? En wij een keertje. En dan wordt er niet meer veel geschakeld. En ja, en uiteindelijk 2-2, denk ik, voor ons jammer. Maar ja, ik denk wel terecht. Terecht. En dan volgende week, ja, dan je centrumverdediging van vandaag. Simon geschorst volgende week. Gert-Jan geschorst. Je hebt Maarten weer, Dijkhuizen weer terug. Ja, dat wordt puzzelen volgende week tegen Gennemuiden voor je opstelling. Nou ja, puzzelen. Kijk, jullie weten, we hebben niet zo'n grote selectie. Dus ik pak weer de mannen die daar weer voor staan. En daar moeten we ook niet moeilijk om doen. Ik zeg het altijd, we doen het met elkaar. Afgelopen week misten we ook een paar belangrijke jongens. En dan winnen we hem ook met 2-0. En ook vandaag, weet je, Lucas komt weer terug en Maarten komt weer terug. Dus het is stuivertje wisselen. Maar dat weet je aan het eind van de competitie. Iedereen staat een beetje op scherp. De ene heeft wat pijntjes. En daar doen we niet moeilijk over. Want tegen Gennemuiden staan die jongens er echt wel weer, hoor. Wat een spanning vandaag. En dan moet je nog een week volhouden. Ja, in de voorbereiding. Ga je nog wat speciaals doen deze week? Nee. We doen gewoon de dingen die we anders ook doen. Hè. Ik noem het altijd paniekvoetbal. Je kunt allemaal gekke dingen gaan doen. Maar wij zijn heel steady. We zijn stabiel. En op het moment dat je nu allemaal gekke dingen gaat doen, dat werkt niet. Daar geloof ik niet in. Ja, letterlijk paniekvoetbal. Wij doen gewoon de dingen die we het hele jaar doen. Daarbij kijken we echt wel naar het accentpunten van de tegenstander. Maar als je te veel focust op de tegenstander, vergeet je waar je zelf goed in bent. En wij zijn ook goed. En dat laten we elke week weer zien. Want ook met deze ploeg doen we weer prima mee. Nou, en wij doen het met eigen jongens. Dus nogmaals, ik blijf het zeggen, is een compliment. Dus wij blijven de dingen doen waar we goed in zijn. Zowel in het veld als buiten het veld. En die jongens die staan er volgende week alweer. Succes volgende week in die allesbeslissende wedstrijd tegen Gennemuiden. En laten we hopen dat dat je allerlaatste competitiewedstrijd is die je op Urk mag gaan spelen. Succes erbij in de voorbereiding en in de wedstrijd tegen Gennemuiden. Ralf, dankjewel. Graag gedaan. Top. Ja, hier staan twee veteranen, mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar als ik al gebruik dat woord, zeg ik dat met heel veel respect. Kees, jij hebt al een tijdje geleden aangekondigd dat je bezig bent met je laatste seizoen. Ja, dat is een compliment waard dat je het zo lang hebt volgehouden. Laten we hopen dat het volgende week echt je laatste wedstrijd is, als je er al in de basis staat. Hoe kijk je erop terug zo? Ja, het is, voetbal is gewoon heel mooi. En als je gek op voetbal bent, dan is dat het mooiste wat er is. En dat doe je zo lang mogelijk. En ik ben bijna 36. En als het nog kon, dan was ik doorgegaan. Maar ik kan niet meer. Begrijp ik eruit dat je lichaam op een gegeven moment zegt van, Kees, het is beter dat je stopt? Ja, dat klopt, ja. En wel met pijn in je hart? Ja, dat doet wel zeer. Wat is dan de mooiste periode hier bij SV Urk die jij meegemaakt hebt? Ja, dat is zo moeilijk. Alle dingen zitten mooie dingen. Die laatste paar jaren was heel leuk dat je wat ouder bent met jongere gasten. En vroeger, dat je zelf de jongste was, dan keek je naar de oudere gasten op. Dat was ook heel mooi. En kampioenschappen en die wedstrijd tegen Ajax natuurlijk. Alles is mooi. Dan hoorde ik net dat er in de kleedkamer een hele belangrijke mededeling van Simon Lindeboom gezegd is. Simon, wat heb jij tegen de jongens verteld? Dat dit hopelijk mijn laatste wedstrijd was in Urkijn. Want het betekent dat je door die gele kaart volgende week in ieder geval niet meedoet. En dat je hopelijk zegt geen PD-wedstrijden. Want je hebt je afscheid ook al aangekondigd bij deze. Ja, ja, dan stop ik met voetbal. Want? Nou, ik ben 32 en ik wil nog genieten van de jeugd. Dus ja. Ik heb in ieder geval altijd begrepen van Rolf de Boer dat jij in ieder geval binnen het veld, maar ook zeker buiten het veld, heel belangrijk bent geweest voor dit elftal. Wat is dat, als je dat zelf mag omschrijven? Wat heb jij gedaan om dit elftal op sommige momenten net een steuntje in de rug te geven? Nou, niets bijzonders. Gewoon jezelf te wezen en misschien dat ik iets sneller iets zeg of een ander kan opbeuren. Misschien de ervaring die je hebt, maar iedereen draagt een steentje bij. En ja, de vraag die ik aan Kees gesteld heb, wat is jouw mooiste periode geweest in al die jaren dat je in Urk 1 hebt gevoetbald? Nou, periodes zou ik niet weten, maar iedere keer als je op het veld afloopt en je hebt gewonnen, zoals vorige week eigenlijk, maar
dat is het mooiste. En vandaag was het even balen, maar als je in de kleedkamer zit en om je heen kijkt, ieder jaar dezelfde kopjes, is ook wel lekker. Dus ja, dat is het mooiste. En wat is de toekomst voor jou, Kees, bij Urk? Ja, lage ploegje voetballen. Derde, vierde. Moet ik even bekijken. En voor jou, Simon? Nou, ik stop met voetballen, maar het zal vast een andere functie komen. En dat is begeleiden van de jeugd? Ja. Okay. Mag ik jullie daarbij heel veel succes wensen? En namens, denk ik, heel veel mensen hier op Urk, jullie bedanken voor je inzet. In ieder geval voor de selectie en de eerste elftal. Volgende week nog een belangrijke wedstrijd, in ieder geval Kees. En hopelijk zien we jou niet meer terug in de basis in een belangrijke wedstrijd, maar misschien bij een mooie afscheidswedstrijd. Dankjewel, Simon. Dankjewel. Dankjewel, Kees.